We hebben eigenlijk een nieuwe tool ontwikkeld in de makelaardij, thuisbezichtigen.nl. Voorheen moest je altijd naar een woning toe om een huis te gaan bekijken. En nu hebben we een tool ontwikkeld dat je vanaf de computer gewoon een huis online kan bekijken, samen met de makelaar. En het is een film. Het is een film van de woning die in één teken gemaakt is. En daar lopen we samen doorheen, samen met de consument. Op het moment dat je een filmpje ziet, dan kan je de ruimte veel beter inschatten. Hoe groot is het? Hoe ga je van de woonkamer de keuken in? Dat kan je allemaal op een filmpje zien en een foto niet. Het geeft voor mij vaak een wat meer vertekend beeld. En het filmpje vond ik heel erg realistisch. En geeft je echt het gevoel dat je er al zelf een beetje doorheen loopt. Ik denk dat het geen vervanging is voor een echte bezichtiging. Mensen willen toch een huis zien, mensen willen een huis voelen. Ze willen weten of ze daar zich prettig voelen. Maar het is vooral een tussenstap tussen de foto's die men ziet op Funda en tussen de daadwerkelijke bezichtiging. Wij vonden het heel prettig om samen met de makelaar het filmpje te bekijken, omdat hij ook heel erg actief met je mee kan denken. Wij wilden bijvoorbeeld eerst echt geen benedenwoning kijken, maar toen hij zo onze wensen doorhad, zei hij eigenlijk gelijk tijdens het bezichtigen, oh, ik heb nog een benedenwoning, kijk daar even naar. Ja, dan hoef je dus niet helemaal bezichtiging te plannen, maar dat kon echt tegelijkertijd. En dat hadden we denk ik niet gedaan als we in een huis stonden. Dan denk je, ja, dan moet ik weer een dag plannen, dan moeten mensen weer uit hun huis. En dat vonden wij echt heel verrassend dat dat naar voren kwam. Nou, het is voor elke makelaar beschikbaar. Iedereen kan er gebruik van maken. Ze hoeven zich alleen maar aan te melden en ze betalen pas op het moment dat ze ook een filmpje gaan bekijken. Er zit geen abonnementsvorm aan. En ik verwacht dat heel veel makelaars hier heel blij mee zullen worden, omdat het ze heel veel tijd bespaart. Waarschijnlijk kunnen ze op deze manier meer concrete afspraken inplannen in een uur dan dat ze dat op de ouderwetse manier doen.